kliko's, vuilcontainers. Bent u er blij mee dat ze in uw tuin staan? Kan er wel eentje af, toch? Nou, gelukkig hebben we binnenkort die plastic, die mag weg, hè? En als we daar nou een wormenhotel van maken, dan hebben we meteen die groene ook niet meer nodig. Dus dat scheelt alweer 2 kliko's in de tuin. Bedrijfsafval kost heel veel geld. Waarom is bedrijfsafval zo duur? Ik heb echt geen idee. Winkelen op straat, dat is wat ik graag doe. En of het nou op straat is of in een container, ik zie gewoon overal wat in. Ik zie geen afval. Mensen zeggen dat iets afval is. Wij bedenken dat er afval is. Maar ik zal jullie vertellen, er is geen afval. Zo simpel is het. Ik weet niet wie bedacht heeft dat er afval is, maar het is er gewoon niet. We zien hier stenen, we zien hier zand. Maar daar kan je van alles mee doen. Je kan je afvragen, is dat zand eruit gehaald omdat er een tegeltuin moet komen? Je kan je afvragen, zijn die tegels eruit gehaald omdat er nog mooiere tegels moeten komen? Kijk, dit zijn mensen die weten hoe het werkt. Die denken van, dit kan nog hergebruikt worden. Ik heb stoeltjes, ik zet ze op straat en die kunnen gewoon meegenomen worden. En het andere is via Marktplaats. Dan kan ik gewoon zeggen, ga het ophalen. En dan kan je gewoon ergens bij iemand thuis in de voortuin wat ophalen. Net als een plantenasiel, is ook heel makkelijk. De natuur, die kent geen afval. Die heeft een natuurlijke kringloop waarbij alles een functie heeft in het geheel. Ik ben ervan overtuigd dat dat in het leven ook zo is. Alleen, wij zorgen allemaal dat we materialen gebruiken die niet goed zijn voor een kringloop. Maar dat hebben we zelf gedaan. Maar goed, dan kun je het alsnog hergebruiken. Maar bij alles wat we nieuw doen, kunnen we nadenken. Wij denken duurzaamheid, oh kijk eens, duur, ingewikkeld. Helemaal niet. Kijk nou, dat deden ze al lang. Behang van kranten, alles keurig gesorteerd. Autosloperij, een van de oudste recyclebedrijfjes, denk ik. Hartstikke handig. Maar waarom moeten we dan nu allemaal weer nieuwe auto's op nieuwe brandstoffen en elektrisch? Waarom? Kan er ook andere brandstof in stoppen? Vroeger kwamen ze gewoon aan huis voor de schillen of voor de vodden. Helemaal geen verpakkingsmateriaal, geen vuilniszakken, helemaal niks. We hadden poepemmers en we hadden gewoon mannetjes met karretjes die langskwamen. Geen elektriciteit, geen wielen, honden. Gewoon helemaal niks aan elektra of dingenverbruik. Kijk, ik geloof ook in het hergebruik van erfgoed. Dit is een mooi voorbeeld. We hadden vroeger een spoorbrug van oost naar west. In mijn idee zou ik heel mooi vinden, dat is misschien leuk voor die Dudok 2050, dat er een parkbrug komt. Dan heb ik al heel lang praat ik daarover. En dat lijkt me nou zo mooi. Dan gebruik je iets uit het verleden en dat gebruik je voor nu. Ik ben na de tsunami in Sri Lanka geweest en heb ik allerlei projecten gedaan en hulp verleend. Daar is ook geen afval na een tsunami. Dus afval is ook, is het een noodzaak? Want als we in armere landen kijken, dan is er geen afval, want alles wordt tot het puntje hergebruikt. Vastgoed, maatschappelijk vastgoed, wordt niet gezien als buurterfgoed. Nee, het moet gesloopt worden. Maar waarom? Dit zijn allemaal voorbeelden van plannen voor het buurthuis de Lady. Waarom koesteren we niet wat we hebben aan erfgoed? En gaan we die nieuwe stenen veranderen? Dit is ook een voorbeeld van een project wat ik doe met de kunstenaars zitten in boshutjes. En we hebben een expositie over zonnestraal. Geen dure expositie, nee, we hebben gewoon expositiemateriaal van jaren 60, jaren 70, jaren 80, jaren 90. Gewoon samengebracht om een expositie te maken, want je wil een verhaal vertellen. Het gaat niet altijd meteen om veel. Dit was eerst een wegkeefkastje. Op de Amperestraat, maar door gedoe met buren die het allemaal niet zo biodivers vonden, zijn we overgestapt op een winkeltje, een weggeefwinkeltje waar wij verse groenten krijgen van de winkel. We hebben verzorgingsproducten en dan mensen met een weinig budget of die vanuit een duurzaamheidsgedachte hebben kunnen langskomen. Waarom gooien we ons afval weg na het koken? Dat kunnen we gewoon gebruiken. Waarom geven we niet een bosje basilicum in plaats van een bosje bloemen? Of een treetje knoflook in plaats van een plantje? En waarom geven we niet meer plantjes in plaats van bloemen? En waarom gooien we dat goud wat we weggooien elke keer, waarom doen we dat? Waarom gooien we bananenschillen en eierschillen weg? Dat is een van de belangrijkste ingrediënten als mest voor je planten. En of je dan een balkon hebt, dat maakt niet veel uit. Al heb je alleen maar in je vensterbank wat. Het maakt niet eens uit waar je woont. Kijk, die boompjes heb ik toen gered van de sloop van de buurthuis De Lely in de Paulusschool. Die heb ik gered. Nou, die heb ik een half jaar bewaard. Die zijn weer uitgekomen. En vervolgens heb ik er een mobiele tuin mee gemaakt. Waarbij ik Hilversum en vooral de Diependaalse Laan ook iets minder versteend probeer te maken.
Dit is een sedumdakje, heel duurzaam, maar het was toch iets te zwaar voor die meneer zijn dak. Dus na 2 jaar heeft hij ze allemaal weer af moeten halen. En toen heb ik ze opgenomen en toen heb ik ze gebruikt om ook weer wederom die Diependaalse Laan, die versteende omgeving, een beetje te vergroenen. Nu begint het langzaam een beetje te bloeien. Dus het zit soms in kleine dingen. Ik denk dat er 3 dingen waar we aan kunnen werken is. En we kunnen werken aan lokale buurtinitiatieven. Dus dat we veel meer lokaal de kringloop gaan doen. Want waarom hebben we niet gebouwen die, hoe zeg je dat, waar gewoon al het weggeefspul heen. Eentje voor bouwmaterialen, eentje voor, nou ja, dit is allemaal wordt zo'n heel groot verhaal. Misschien een beetje, het gaat er eigenlijk meer om. Je hebt thuis en je hebt de straat en je hebt initiatieven of organisaties. En waar het eigenlijk op neerkomt, dat er zoveel mogelijk is. En er is 1 belemmerende factor. En dat is geld. Want bij ons moet alles winst opleveren. En als we dat zouden schrappen, dan is er helemaal niks aan de hand. Want dan kunnen we alles doen wat we graag zouden wensen. En ik denk dat dat het punt nu is. Dus niet dat het wensen er niet zijn. Maar het is toch zo bij mij dat ik probeer, hoe kan ik toch met kleine mijn wc-rolletje, doe ik daarna in mijn GFT-bakje. Als die leeg is. En zo zijn het hele kleine dingen die we kunnen doen. Maar wat ik vooral wil meegeven, is dat we er lol in hebben. En dat we het leuk vinden en dat we er een feestje van maken. Dat we op avontuur gaan in die container. Dat we thuis eens iets niet weg gaan gooien, maar denken, hey, kan ik hier ook nog iets anders mee? Dus probeer de lol en het plezier van hergebruik, ruilen zoals de kledingtas. Probeer de lol van het duurzaamheid en haal het zware klimaatcrisis weg. En maak er iets moois en iets open en ruimtelijks voor terug. Dus ik wens jullie veel creativiteit toe. En met het verwerken van geen afval. Ja.